Goedemiddag en welkom bij deze releasefilm van de versie 1.5.0 van Scenario Advies. Graag laat ik u de komende 30 minuten ongeveer zien wat er nieuw is, wat er gewijzigd is binnen deze versie van Scenario Advies. Uiteraard laat ik u weten wanneer deze versie beschikbaar is en laat ik u ook een aantal tips en trucs zien die u weer als hulp kunt gebruiken bij het gebruik van Scenario Advies. Tot slot zal ik u een korte blik vooruit geven. Waar zijn we nu mee bezig en wat kunt u binnenkort gaan verwachten? En uiteindelijk sluiten we dan deze presentatie na ongeveer een half uur af. Heel in het kort gaan we u laten zien wat er nieuw is en wat er gewijzigd is. De module Overlijden is in deze versie, de 1.5.0, beschikbaar gekomen. Dit heeft invloed op het adviestraject. U heeft daar nu meerdere keuzemogelijkheden. Verder heeft dat impact gehad op het analysescherm. Afhankelijk van uw keuze of u met overlijden een verdiepingsslag wilt maken in uw advies, zal dat ook te zien zijn in het analysescherm. Voorts is het mogelijk om ook alleen een overlijdensadvies te geven en daarmee zullen dan de scenarioparameters voor arbeidsongeschiktheid en werkloosheid niet te zien zijn. Daarnaast heeft met de introductie van de module overlijden dit tot gevolg gehad dat er een nieuw scherm bij is gekomen, waarbij dus een oplossingsopzet te kiezen is voor het scenario overlijden. Eerst krijgt u daarin te zien wat de netto inkomens terugval is. En vervolgens kunt u dus aan de hand van het gewenste inkomen oplossingen gaan invullen. Deze oplossingen kunnen dan dus direct ingevuld worden aan de hand van de berekende tekorten. En daar kunt u dan vervolgens uw productkeuze bij maken. Uiteraard laat ik u dit straks heel graag zien vanuit scenario advies zelf. Wat is er verder nog meer gewijzigd? Want niet alleen de module overlijden is erbij gekomen. Uiteraard zijn er nog meer zaken geweest die we onder andere hebben genomen. Denk daarbij aan verbeteringen in de schermen in de huidige hypotheek. Het invoeren van beleggingsverzekering en dergelijke. Dat gaf soms wat uitdagingen en daar hebben we uiteraard goed naar geluisterd. Bijvoorbeeld ook de eenmalige premie van een koopsom bijvoorbeeld kan nu correct berekend worden. Wanneer we kijken naar het analysescherm, is het nu mogelijk geworden om kolommen te verbergen. En daarmee verbergt u niet alleen de kolommen, maar verwijdert u ook uit het zicht de berekeningen vanuit de boomstructuur. De berekeningen zelf worden dus niet weggegooid. Deze kunt u weer gewoon in beeld terugbrengen en ze blijven dus reproduceerbaar. Verder, het financieringsscherm, de financieringsopzet, de hypotheekrente tijdens de bouw. Daar bleken in sommige gevallen de berekeningen niet correct weergegeven te worden. Dat hebben we uiteraard in dit geval nu opgelost. Verder, de financieringsopzet laat ook zien hoeveel procent van de marktwaarde er gefinancierd wordt. We hebben dit uitgebreid met 2 decimalen. Het luistert uiteraard heel erg nauw. En daarmee heeft u dus nu ook een inzicht als er dus een percentage na de komma getoond wordt. Verder, de financieringsopzet in geval van een oversluiting. Helaas was er een fout geslopen waarbij de huidige hypotheekgegevens niet meegenomen en niet bewaard werden. Die misvatting is ook hersteld, dus nu zullen de huidige hypotheekgegevens bewaard blijven. In het scherm van de financieringsopzet dus wel te verstaan. Verder, in analyse het scherm hypotheek zelf. Dezelfde stijl en opbouw door middel van de knoppen toevoegen van producten en leningdelen is nu aangehouden zoals dat ook al te zien was onder de huidige woonsituatie en hypotheek. Daarnaast is er iets nieuws bijgekomen bij het scherm hypotheek onder analyse. Wanneer gekozen wordt voor de ABN AMRO kan dus een werknemersarrangement gekozen worden. De tarieven konden we al wel selecteren, alleen of ook de werkgever dus aangesloten was bij zo'n werkgeversarrangement. Dat kunnen we dus nu selecteren en met dat de werkgever dus geselecteerd wordt, kunt u daarmee automatisch de correcte tarieven inladen. Mede door middel van de aanpassing en toevoeging van de scenario's overlijden is daarmee dus in het scherm oplossingsopzet de functionaliteit uitgebreid en is er een betere werking getoond van de grafieken die we nu gebruiken in scenario advies. Verder een correctie op de berekening van prepensioenen dan wel pensioenen in de verdere berekeningen en doorrekening van netto en bruto inkomsten. Hoofdnode advies. Wanneer ik dat selecteerde, dan kon ik toch ook een adviesrapport uitdraaien. Had ik echter meerdere adviezen aangewezen als het advies, dan was natuurlijk niet duidelijk welk adviesrapport er dan opgemaakt is.
Wanneer ik nu in de hoofdnode advies sta, kan ik geen adviesrapport meer opmaken. Ik moet daar dus specifiek een selectie maken van de berekening die tot het advies is gekomen. En dan kan ik vervolgens daar een adviesrapport van op laten maken. Kan ik dat op een gegeven moment laten samenstellen. Verder als laatste nog te noemen de instellingen. Het is nu mogelijk om aan te geven of ik altijd de eerste 10 jaar getoond wil krijgen. Daarmee zal ik dan dus verre berekeningsjaren, bijvoorbeeld in 2050, niet meer te zien krijgen. Maar dus alleen dan de eerste 10 jaar. Nou, hulp bij het gebruik. Weet dat u uiteraard via de online services naar veelgestelde vragen kunt kijken. En nog veel belangrijker, de antwoorden die daarbij beschikbaar zijn. Maar verder kunt u ook in het scherm zelf, als u in scenarioadvies bezig bent, gebruik maken van F1, de helpfunctie. U krijgt dan tekst en uitleg, al niet met schermafdrukken erbij, waardoor u weet waar u mee bezig bent en verder op weg geholpen wordt. Verder uiteraard de collega's van de service desk, die zowel telefonisch als per mail bereikbaar zijn. U kunt onze instructiefilmpjes op onze site nakijken en daar zullen ook deze releasefilmpjes aan toegevoegd worden. Wilt u een dag training bijwonen, dan kan dat uiteraard. Schrijft u zich hiervoor in via onze site. Daarmee leert u dus of krijgt u verdere tips en trucs bij het gebruik van scenarioadvies. En daarbij werken we vanaf 10 uur 's ochtends tot 1 uur of 4 in de middag door. Uiteraard is daarbij ook een lunch inbegrepen. Laten we snel gaan naar het pakket, naar scenarioadvies. En de zojuist opgenoemde zaken ook in beeld geven. Zoals gezegd, in het adviestraject kon ik tot voor kort alleen woonaanleidingen selecteren. Het is dus nu ook mogelijk om aanleidingen die te maken hebben met een overlijden op een gegeven moment te selecteren. En daarmee dus ook specifiek de geselecteerde aanleidingen inzichtelijk te krijgen. De knop advies overlijden is er dus geïntroduceerd. En dat wil dus zeggen dat uiteraard als ik deze op nee heb staan, weliswaar een overlijdensrisico kan inschalen. En daar dus een berekening op kan loslaten. Alleen met de keuze advies overlijden, kan ik dus die wensinkomens en de daaraan gerelateerde producten doorrekenen. De keuze voor overlijden heeft geen gevolgen gehad voor de oriëntatie. Wel kan het zijn dat ik natuurlijk bij de inkomensvoorzieningen en dergelijke andere zaken ook ga invullen. Wanneer je dus kijkt naar het scherm analyse, zoals gemeld is het daarbij dus mogelijk om andere kolommen dus te verbergen. We hebben hiervoor dus de mogelijkheid gekeerd door een aparte knop berekeningen verbergen tonen te introduceren. Wanneer ik hierop klik, kan ik zelf aangeven welke berekening of welke berekeningen of andere kolommen ik dus niet meer in beeld wil krijgen. Wanneer ik dat later toch dat wel weer terug wil brengen, kan ik dus de schuifjes weer terugzetten op ja wel te laten zien of de keuze dus op een gegeven moment te herzien. Wanneer ik dus kijk naar de financieringsopzet, zoals al gezegd, we hebben daarmee dus bij de scenario parameters. In dit geval is overlijden net zo goed als lang leven grijs, die zit er dus nu standaard aan. En dat heeft ermee te maken dat ik bij overlijden dus net bij het adviestraject de keuze heb gemaakt om ook echt een adviestraject overlijden te willen selecteren. Op het moment dat ik daar dus echt een separaat advies overlijden wil geven, dat niet in combinatie met het advies wonen gegeven gaat worden, dan zal ik dus ook de opties werkloosheid en arbeidsongeschiktheid niet in beeld krijgen. In de voorgaande versies stond standaard het aantal jaren scenario's doorrekenen op 50. Dat is nu standaard ingesteld op 35. Maar hier kunt u ook dus handmatig zelf het aantal jaren dat er doorgerekend moet worden beïnvloeden. Als ik dan bij een berekening ga kijken, wat we dus op een gegeven moment zien is dus bij de financieringsopzet zoals eerder aangegeven, hoeveel procent achter de komma we dus op een gegeven moment ten aanzien van de hoogte van de hypotheek versus de marktwaarde aan het financieren zijn. Het scherm hypotheek zelf is aangepast. En daarbij zei ik al, dat volgt nu dezelfde lijn als dat we kenden vanuit de huidige hypotheekschermen. Daarbij dus de knoppen leningdeel toevoegen. En als ik een leningdeel geselecteerd heb, zou dat ook eventueel verwijderd kunnen worden. Producten kunnen toegevoegd worden die aan het leningdeel gekoppeld zijn. En van hieruit kan ik ook de overlijdensrisicovergelijking aftrappen, ofwel daarmee beginnen.
Je ziet ook dat de overbrugging naar wat meer beneden in het scherm is geplaatst. En dat daarmee dus meer de focus komt te liggen op de geldstrekker, ofwel samenstelling van de leningdelen. Wanneer we kijken naar de scenario's, daarbij was dus altijd in een grafiek te zien wat dus de inkomensterugval was. En daaronder werden dan de voorzieningen getoond zoals die op dit moment al ingevoerd waren. We zien hier dus alleen een resterend bruto inkomen in geval van de werkloosheid van. Nou, de benaming van deze grafieken is aangepast zodat het meer duidelijk is per wanneer en voor wie dat deze inkomensterugval berekend is. Dat geldt dus ook bij de situatie overlijden. Wanneer ik daarna ga kijken, zie ik in dit geval dus het resterend bestemmen inkomen in geval van het overlijden van in dit geval J. Boonstra. En daar wordt uitgegaan dat het op 1-1-2016 zou plaatsvinden. We zien dus een overzicht van de voorzieningen die er al beschikbaar zijn. Wanneer ik dan vervolgens op het nieuwe scherm oplossingsopzet klik, zie ik dus een aantal lijnen, maar ik zie ook in bedragen dus naar voren komen wat er aan de hand is. We zien in geval van het nog niet overleden zijn van meneer Boonstra dat er een ruim 8000 euro over is. Na overlijden zou er dus een negatief bedrag overblijven, ofwel de partner en de anderen die achterblijven komen dus geld tekort. En vervolgens is dan de vraag, ja, wat zou er aan wensinkomen nodig zijn om dus te kunnen blijven leven of een bepaalde woonstandaard kunnen aanhouden. Nou, in dit geval heb ik aangegeven dat er 8000 euro als besteedbaar inkomen over zou moeten blijven. En we zien daardoor dus ook de gewenste situatie in een paarse lijn weergegeven worden. En die valt in eerste instantie nu samen, omdat ik ook al een oplossing heb ingevuld. En die oplossing is dus in dit geval korter dan dat ik als wensinkomen heb ingevuld. Dus ik heb ook maar voor de beperkte duur een oplossing geboden in de berekeningen. Het is mogelijk om dus verschillende soorten aanvullingen te selecteren. Ik kan dus kiezen voor een aanvulling tot het gewenste inkomen. Ik kan ook kiezen om een extra aanvulling te verzorgen of dat ik ten ene male een extra bedrag beschikbaar wil hebben om extra uitgaven te kunnen doen. Nou, wanneer ik kies voor een aanvulling tot gewenst inkomen, kan ik zelf bepalen voor hoe lang dat moet duren. In dit geval heb ik gekozen voor de periode tot 2030 en niet voor de hele lange duur van 35 jaar lang. In eerste instantie zal daarvoor gekozen worden dat het een annuitair dalende dekking zal kennen. En dan wordt er dus voor u berekend aan de hand van dat gewenste inkomen en voor de duur hoeveel kapitaal er verzekerd zou moeten worden. En daarbij wordt uiteraard rekening gehouden met de rekenrente. Deze rekenrente kunt u dus ook zelf via de algemene instellingen aanpassen als u daar de beheersrechten voor heeft. En anders kunt u dat uw collega laten doen die daarvoor geautoriseerd is. U ziet hier ook het vinkje inclusief VRH, dat betekent de vermogensrendementsheffing. Wanneer daar dus rekening mee moet worden gehouden, zal dus het te verzekeren kapitaal wat hoger worden, zodat ik ook voldoende kapitaal heb om die komende jaren dus die vermogensrendementsheffing te kunnen blijven betalen. Wanneer we kijken naar het inkomen van de partner, daarbij is een lager gewenst inkomen ingevuld. En als daarbij dan de dekking gaan verdisconteren, zien we dat er slechts 26.000 euro verzekerd zou worden. Als we dan een product willen gaan koppelen, dan zie ik dus de verschillende aanvullingen die gekozen zijn. In dit geval twee, één voor de klant en één voor de partner. We zien ook meteen terug het totaalinkomen of kapitaal wat nodig is. En ik kan aan de hand daarvan, als ik deze dus selecteer, meteen de overlijdensrisicovergelijking dus starten. En daarbij zal dit bedrag meteen dan in beeld gebracht worden. Dus ik hoef ook nu zelf niet meer het te verzekeren bedrag invullen. Het dalingspercentage al voor mij ingevuld. En de duur, zoals ik die had aangegeven, is ook al ingevuld. Het enige wat ik zou kunnen doen, is eventueel dus de filtering aan of uitzetten. Zodat daarmee dan wel of niet alle verzekeraars voor mij doorgerekend worden. Wanneer ik die keuze gemaakt heb, ik heb de berekeningen losgelaten op alle aanbieders. Dan kan ik daar weer een afdruk van maken en ik kan uiteindelijk na een keuze de aanbieder kiezen die mee moet naar het adviestraject. In dit geval heb ik twee keer voor een delaar gekozen die invulling moet geven aan deze te verzekeren bedragen. Wanneer beide producten dus ingevuld zijn, kan ik op resultaten gaan klikken. En worden dus deze inkomensrisico's, zowel voor overlijden als ook de productoplossing die daarvoor geselecteerd zijn, meegenomen in de totaalberekening.
Daarmee dus de reguliere inkomens- en vermogensoverzicht, het hypotheekoverzicht. Maar wanneer we nu specifiek inzoomen op het overlijden en we kijken dan naar het besteedbaar inkomen, dan zien we inderdaad dat er een bedrag van ongeveer 8000 euro over is gebleven. En dat daarna weer een tekort ontstaat. En dat was eigenlijk ook wel te verwachten. Als we eerder naar die oplossingsopzet keken, naar de grafiek, zagen we daarin na het jaar 2030 dat er geen oplossing meer geboden was. En dat er daarmee dus weer een tekort zou ontstaan, zoals u dat ook in dit scherm dus weer naar voren ziet komen. Wanneer u dus nu kijkt naar het overlijden, dan heeft dat dus puur betrekking op het besteedbare inkomen. En daarmee kunt u in ieder geval die verdiepingsslag en de productaanbieding dus in één lijn aan uw klant aanbieden. In ditzelfde stramien zullen ook arbeidsongeschiktheid en werkloosheid nu verder ontwikkeld worden. En dat is dus eigenlijk als blik vooruit voor de komende releases te verwachten dat daaraan gewerkt wordt en uiteindelijk opgeleverd. Als we kijken naar de andere functionaliteit zoals we die dus in deze release naar voren hebben gebracht. Als we kijken naar de aanvulling tot gewenst inkomen, dan kan ik een kapitaal dus laten berekenen zoals u dat net zag. U kunt dat één keer laten kiezen. Daarnaast kunt u wel aanvullingen dus verkiezen als u dus een extra aanvulling op het inkomen wilt regelen. En voor die extra uitgaven hebben we dus ook een aparte keuze mogelijkheid geschetst. Als we kijken naar de andere mogelijkheden en veranderingen die dus het systeem nu biedt. We kijken naar de financieringsopzet had ik al u laten zien. De analyse scherm heb ik u laten zien. En als we dus nu verder gaan kijken, dan hebben we ook te maken met de ABN AMRO. Stel dat ik die dus als geldstrekker zou willen selecteren. In deze financieringsopzet kijken we nu bijvoorbeeld naar specifiek ABN AMRO als aanbieder. Dan heb ik nog wel een keuze te maken in de eventuele producten die zij te bieden hebben. En wanneer ik bijvoorbeeld een budget kies met privépakket en werknemersarrangement, kan ik hier dus aangeven of er dus sprake is van. Er wordt automatisch op ja gezet nadat ik hier de werknemersarrangement heb geselecteerd. Alleen zal ik dus dan in deze lijst de betreffende werkgever moeten zoeken. En als die inderdaad geselecteerd is en ik selecteer die dus nu meteen de juiste rentevastperiode, dan staat hier dus het tarief getoond zoals dat dus nu door de ABN AMRO wordt aangeboden op basis van budget en privépakket en ook werknemersarrangement. Door dus het overzicht van werkgevers toe te voegen in dit scherm weet u ook zeker dat u daarmee dus met de juiste rente een berekening aan het maken bent en dat daarmee de werknemer zich op een gegeven moment ook zeker van weet dat hij dus niet nog eens een keer straks een hogere rente alsnog in de offerte terug ziet komen. Omdat helaas zijn werkgever toch niet aangesloten lijkt te zijn. Verder zien we dus dat in de resultaten die uiteindelijk doorgerekend worden. In dit geval moet je opnieuw doorrekenen omdat we natuurlijk nu een specifieke geldstrekker geselecteerd hebben. Als we dat op een gegeven moment door laten rekenen, dan zien we dus in die uitgaven en resultaten bij overlijden ook de premies die voor een eventuele overlijdensrisicoverzekering gekozen zijn terugkomen. En die vinden we dan terug onder inkomsten en uitgaven. En we zien hiermee dan dus de bijkomende woonlasten. Die zijn dus inderdaad in dit geval inclusief ook de verzekeringen die daarvoor gelden. We zien ook de uitkering die daarvoor in dit geval, in het geval van overlijden van meneer, daarvoor naar voren gaan komen. In het geval van het overlijden van de partner zien we daarmee dus ook inderdaad bijkomende woonlasten. En dat daarmee dan ook de verzekeringsuitkering dus op een gegeven moment op dat leven ook hiermee getoond worden. Als we kijken naar advies wat helaas in de vorige versie fout was gegaan, was dat bij motivatie van een stuk tekst, dat we hiermee de voorbeeldtekst in dit veld niet konden tonen. Nou, u ziet het, wanneer ik nu hier mijn standaardtekst of de standaardtekst van Unit 4 wil zien, klik ik eenmalig op de standaardtekst en wordt die dus weer rechtsonder in het veld in beeld gebracht. Wil ik dit ook in mijn adviesrapport naar voren laten komen, dan zoals u weet kunt u dat door door middel van dubbel te klikken in het editveld op laten nemen en kunt u daar ook uw eigen tekst nog aan toevoegen en dit is dan hetgeen wat meegaat naar uw uiteindelijke adviesrapportage. Nou, zoals gezegd, ik kan u dus voor een adviesrapport kiezen wanneer ik nog op de hoofdnodenadvies sta,
dan zien we dus dat de rapporten advies niet te selecteren zijn. Met andere woorden, die fout tussen aanhalingstekens is dus daarmee ook hersteld. Mocht u beheerdersrechten hebben of autorisaties hebben om bepaalde onderdelen dus te kunnen instellen, we zijn net al bij de scenario parameters, kunt u dus de rekenrente aanpassen. En daarmee kunt u dus invloed uitoefenen op het uiteindelijk te verzekeren kapitaal, de hoogte daarvan. En verder kunt u dus onder algemeen dus aangeven of u alleen de eerste 10 jaar wilt zien van de berekeningsresultaten, of dat dat aan het algoritme van scenarioadvies overgelaten mag worden. Hiermee dus een eerste blik weer van de vele mogelijkheden die we dus hebben toegevoegd. Uiteraard zijn er vele variaties mogelijk om dus nu met scenarioadvies te kunnen gaan werken en daarbij al dan niet een separaat advies op het overlijdensgedeelte dus te kunnen geven. De grootste wijziging is uiteraard wel dat hier een besteedbaar inkomen nu getoond wordt en niet zoals het bij de andere inkomensrisico's nu nog op basis van bruto inkomen is. Dat met dat besteedbare inkomen wat u berekend krijgt, u dus zelf kunt aangeven wat als gewenst inkomen en daarmee dus te verzekeren kapitaal voor u berekend kan worden. En uiteraard daarop volgend dat u dus een product daaraan, wat precies ook dat bedrag verzekert, wat er op een gegeven moment nodig is om het tekort op te vullen. Zoals al eerder aangegeven, wilt u op een gegeven moment hiermee dus verder ondersteund worden in het gebruik, raadpleegt u ons dan via onze eigen internetsite unit4.nl/scenarioadvies. Kijk dan dit filmpje eventueel nog terug of kijk ook naar de andere instructiefilmpjes die daar dus beschikbaar staan. Wilt u zich inschrijven voor een experience, voor een training? Dat kan uiteraard op locatie van ons kantoor in Zoetermeer of bij u op locatie. En wilt u daarover geïnformeerd worden, neemt u dan contact op met onze afdeling Customer Service. Dat kan per mail customerservice.fi@unit4.com of u belt met 079-329-2340. Ik wil u bij deze danken voor uw aandacht en ik wens u veel succes bij het verdere gebruik van scenarioadvies. En ik zie u heel graag of hoor u heel graag voor een volgende keer. Dank u wel.